Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Gevonden voorwerpen. Eerst konden deze opgehaald worden aan de retail in Breda, maar dat konden de Bredanaars niet goed vinden. Tegenwoordig kan dat op het stadskantoor. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, heeft u wel eens iets gevonden? Of bent u wel eens iets verloren? En wat heeft u toen gedaan? Vraag op Straat vraagt het aan u. En vergeet niet onder dit filmpje uw reactie te plaatsen. Heeft u wel eens iets gevonden in de binnenstad waarvan u denkt, wat moet ik daarmee? Nee. Ja, eigenlijk niet. Ja, een jas een keer, maar die heb ik teruggebracht naar de miller. Maar voor de rest niet eigenlijk. Nee, niet dat ik me kan herinneren. In ieder geval, nee. Dus, Pasje van de ABN AMRO. En wat heeft u daarmee gedaan? Die mevrouw die liep een stuk voor ons en andere mensen die zagen dat ze iets aan het zoeken was. Wij hebben hard gelopen om haar in te halen en we hebben het aan haar teruggegeven. Nou, als ik iets vind, dan breng ik het meestal in de winkel bij de receptie of bij de kassa. En anders breng ik het naar de politie. Nou, zou ik even zoeken wat het politiebureau is, waar zou ik naartoe gaan? Ik denk dat ik de politie zou bellen. Wat zou u doen? U heeft het net over dat pasje. Wat zou u doen als u iets vindt van, daar zou ik zelf eigenlijk wel wat aan hebben? Hoe bedoel je, als ik iets zou vinden wat ik zelf zou willen houden? Bedoel je dat? Nee, want hij heeft een paar weken terug iemand voor zich zien lopen die zo'n bundel geld uit zijn kontzak verloor. Ja. En dan is hij toch ook achteraan gerend om te geven. Dus ik geloof niet dat wij dat zouden doen, hè? Nee. Ligt eraan wat het is. Ja, naar de politie of zo, als het waardevol is misschien. Ik zou het terugbrengen. En waar breng jij dat dan naartoe? De politie. Wij brengen altijd alles terug. En wij hopen dat andere mensen er ook zo over denken. En dan zijn we iedereen heel erg dankbaar.